De stad werd gisteravond en vannacht opgeschrikt door twee branden. Bij een brand aan de Van der Hoopstraat vielen geen gewonden. Dat was wel het geval aan de Bedumerweg. 6 bewoners van een seniorencomplex zijn daar vanmorgen gewond geraakt. 1 persoon is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 5 uur uit. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen uit het pand. Het ging om een felle brand. De bewoner kon zich gelukkig, die troffen we aan in de gang en konden we snel naar buiten brengen. 5 bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis, maar maken het naar omstandigheden goed. Wel zijn ze erg geschrokken. Ik dacht, wat is dat nou? Dus ik zat recht op mijn bed en ik rook. Het was allemaal brandlucht, dus ik heb mijn man wakker gemaakt. Dus ik kom eruit, er is brand bij ons, want ik dacht dat het bij ons was. Dus toen liepen we de kamer in. Het was allemaal rook en ik heb altijd dag en nacht die roostertjes open. Ja, ik ben de buurvrouw, ja. Hoe is het met de hond en de kat? Ja, ik hoorde de hondjes goed gebleven en poesjes gebrand. Dus meer weet ik er niks van. De woning waar de brand woedde is nu niet bewoonbaar. De overige bewoners kunnen wel weer terug naar hun woning. Op dit moment is het pand niet bewoonbaar. Veel rookschade, waterschade en roet. Het pand is op dit moment echt fors beschadigd. Eerder gisteravond was er ook brand aan de Van der Hoopstraat. In een stempelfabriek brak brand uit in een spuiterij waar gewerkt wordt met licht ontvlambare stoffen. Het was heel veel hitte, heel veel brand en wat ik net zei, hij sloeg ook al het dak uit. En dit is ook een bedrijf, het is een bedrijf dat werkt ook met, dat ontwikkelt lesmaterialen voor scholen. En gebruikt erbij lak en dat is een chemisch goedje om het zomaar even te zeggen. We hebben gelijk daarom opgeschaald, meerdere blusvoertuigen te plaatsen. Gelukkig was de brand redelijk snel onder controle. In de buurt van de brand staan opslagtanks met onder andere diesel. Uit voorzorg was de brandweer ook daar ter plekke. Tijdens de brand waren enkele mensen aanwezig in de stempelfabriek, maar zij konden het pand op eigen kracht verlaten. Gelukkig waren de mensen snel buiten het pand en zijn er geen persoonlijke ongevallen gebeurd.